Rond 8:30 drongen 3 getinte mannen met bivakmutsen en maskers een woning binnen in de Zwolse wijk Holtebroek. Ongeveer een uur later gebeurde hetzelfde bij een woning in Staphorst. Het gebeurde in een van deze huizen hier in Staphorst. Een buurvrouw hoorde geschreeuw en gestommel. Ze rende naar buiten, keek door een schutting en kwam oog in oog te staan met een man die een bivakmuts en een masker droeg. Vervolgens ging de vrouw naar binnen en belde de politie. Ja, rond 9:30 werd er aangebeld bij een woning aan het Maisveld. De bewoonster deed open en de 3 overvallers die drongen de woning binnen, bedreigden de vrouw en een vriendin met een handwapen. Door de actie van de buurvrouw zijn de daders gevlucht. Ze ging meteen kijken in de woning waar het was gebeurd. En daar zag ze dat haar buurvrouw met een vriendin waren vastgebonden aan een stoel. En haar mond was dichtgeplakt met tape. En dat gebeurde allemaal terwijl de kinderen boven lagen te slapen. Buurtbewoners zagen veel politie op straat en schrokken enorm toen ze hoorden van de overval. Ik sta echt te trillen van, nou wat is dit? Ik ben niet meer veilig in je eigen huis. Ze hebben gewoon aangebeld, dus ja, spannend. Ja. Heeft u zelf nog iets gezien van de daders? Nee, helemaal niet. Nee, ook niets gehoord, niets. Via de achterdeur hebben de overvallers de woning verlaten en zijn er vandoor gegaan in de richting van de Boekweitlaan. En hebben ze nog wat meegenomen? Ja, tot nu toe weten we dat het om geld gaat. De manier waarop de overvallers in Holtebroek te werk gingen, komt overeen met die in Staphorst. Er werd aangebeld en de overvallers sloegen toe. Op dat moment was de bewoner aanwezig met 2 vrienden. En zij werden met vuurwapens bedreigd. En de heren gingen er vandoor met 2 televisies onder andere. En ze lieten de bewoners en zijn 2 vrienden achter vastgebonden. Geen van de slachtoffers raakte gewond, wel zijn ze enorm geschrokken. Gezien het feit dat de overvallen erg op elkaar lijken en kort na elkaar zijn gepleegd, sluit de politie niet uit dat het om dezelfde daders gaat.